PSV tegen Ajax is ook bij onder 17 teams een kraker. Ook als de teams het niet zo heel geweldig doen in de competitie. Want de ploeg van Johan Vogel, die met deze namen het veld in is gestuurd, heeft het moeilijk dit seizoen. Staat na 5 wedstrijden met 9 punten in de middenmoot van de Eredivisie voor B-junioren. Dit is Madueke aan de rechterkant in de combinatie met Van Lindert. De voorzet dan van de Engelsman, maar Beumer verzuimt om de bal binnen te tikken. Goeie redding nog van Raatsi, de doelman van Ajax onder 17. In die eerste helft zit PSV onder 17 er bovenop, dwingt Ajax tot het maken van fouten en krijgt mogelijkheden. Van Lindert leidt hier balverlies en dus mogelijkheden tot omschakeling voor de ploeg uit Amsterdam. Bijvoorbeeld via Pinas, maar Lonwijk grijpt rigoureus en heel goed in. En zo voorkomt hij een echte kans voor Ajax onder 17. Ziet ook John de Jong, aandachtig toeschouwer bij al die wedstrijden die op een zaterdag op het jeugdcomplex worden gespeeld. Goeie combinatie aan de linkerkant, maar die smoort als de Schutter overneemt. En de jongen met een goede actie. Antonissen dan met de kans op de voeten van Raatsi. De herkansing voor Puts. Maar dat gaat te gehaast en te hoog over. Prima kans voor PSV om de score te openen. Van Lindert in de combinatie met Tielemans. Die vindt dan Beumer. Die is alleen en probeert het. Maar komt niet verder dan het zijnet. Zo is het 0-0 en is het vooral één richtingsverkeer in die eerste helft richting het doel van Ajax. Dat staat ietsje hoger dan PSV. Heeft 13 punten uit 5 duels. En dit is een nieuwe kans voor de thuisclub. De jongen voorlangs. Goede aanval, goede kans ook voor de linksachter die veelvuldig mee opkwam in die eerste helft. 0-0 halverwege. En in de tweede helft waren de rollen min of meer omgedraaid. Ajax zette PSV vast op eigen helft. En zocht de ruimte bijvoorbeeld via Warmerdam. En die vindt dan Unuvar met het schot. Maar Van Laren klemt goed. Sporadisch nog kwam PSV eruit. Via Antonissen. Madueke. En dan op snelheid en de kans en weer de voeten van Kelvin Raatsi. Eigenlijk de enige mogelijkheid voor PSV in die tweede helft. De laatste kans is voor de gasten uit Amsterdam. Bonna is de rechtsback. Komt mee op, maar vindt niemand bij de tweede paal. En zo eindigt PSV onder 17 tegen Ajax in 0-0.